Dit is volgens mij wel iets waar jij je militair s'nachts voor wakker kunt maken, hè? Zo'n schietoefening. Je kunt ons altijd wakker maken om dit soort oefeningen te draaien. Dit is uiteindelijk waar we er allemaal voor kiezen, met name binnen de infanterie. Als die mannen ergens blij van worden, als ze beter kunnen worden in hun vak. En vandaar is dit soort dingen echt het mooiste voor hun om dit te doen. Als er daadwerkelijk gevechtscontact is, dan komt daar stress bij kijken. Daar is automatisch chaos. Dat is niet uit te sluiten. Heel vaak weten mensen niet in zo'n eerste contact of ze welke reacties ze gaan geven. Maar dan is het wel heel prettig als je zonder nadenken terug kunt vallen op dat wat je geleerd hebt. En om dat te kunnen moet je dat vaker oefenen en oefenen en oefenen. Dus deze oefeningen zijn essentieel. Een peloton van ongeveer 27 man. Die hebben een actie gedaan met vuur en beweging voorwaarts en achterwaarts. En aan de hand daarvan hebben we een percentage berekend hoeveel schijven er om zijn gegaan. En zo berekenen we of ze geslaagd zijn, ja of nee. Voor een voldoende, net zoals op school, hebben we minimaal 60% nodig. Maar dat is wel echt het minimum en we gaan natuurlijk voor wat hogere scores. Dus dat is het vandaag ook gelukt. Ja, het gaat in het echt om leven en dood eigenlijk. 60%, dat zal maar net het verschil maken. Ja, daarom zeg ik, 60% is echt het minimum. En we trainen om zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk te scoren. En ik ben tevreden over de dag van vandaag, dus dat is goed. Hoeveel mensen zijn er geslaagd? We hebben 3 pelotons gecertificeerd. Dus 3 pelotons van ongeveer 25 man. Dus iedereen heeft het gehaald ook? Iedereen heeft het gehaald, ja. Is het ook echt spannend voor jullie als jullie hier het terrein oplopen, zeg maar, met die doorgeladen wapens? Dat je denkt van oké, het moet nu echt wel even gaan gebeuren. Voor ons is het gewoon core business en doen we dit wel regelmatig. Omdat er nu een test bij komt of een certificering, wordt niet speciaal. Moderne oorlogsvoering, het gaat vooral om afstanden eigenlijk, wordt gezegd. Hè? De F-35 die over je heen vliegt, drones die ingezet kunnen worden. Minder contact, hè? Is ook gewenst, hè? Dat betekent ook minder doden, simpel gezegd. Ja. Hoe belangrijk is om toch nog op de grond aanwezig te zijn? Kun je dat duiden? Ja, ik denk dat de grondsoldaat de komende 50 jaar sowieso niet zal verdwijnen. We hebben natuurlijk drones en luchtsteun en van alles. Alleen het grootste gedeelte moet toch nog vanaf de grond bestuurd dan wel aangevraagd worden. Kijk, een F-35 die over een dorp heen jaagt, ja, daar heeft de bevolking niks aan. Dus op het moment dat wij humanitaire hulp moeten gaan verlenen of er is wat in een dorp, dan zijn wij toch degene die wat dat dorp in kunnen gaan, contact kunnen leggen met de ouderen en de kinderen. En dat is niet te vervangen, denk ik, door technologie. Je kunt daar systemen neerzetten, alleen wat die mannen zo belangrijk maakt en zo bijzonder goed, is dat ze dat onderbuikgevoel hebben. Die voelen aan van het is hier niet goed of hier is alles veilig. En dat is voorlopig in ieder geval nog niet te bereiken met systemen. Dus we gaan op zoek naar die mix van systemen inzetten waar we de mens kunnen versterken, maar de mens zal altijd voorlopig een centrale rol hebben. Ik kan me ook voorstellen, ook voor jou persoonlijk, jij bent op uitzending geweest en dan hier op zo'n schietbaan hoor je deze weer die kogels eruit vliegen. Wat doet dat met jou eigenlijk zelf? Ik heb me die vraag vaker gesteld. Zeker ook omdat ik natuurlijk collega's heb die er ook daadwerkelijk last van hebben. Direct van de terugkeer van de uitzending, dan bijvoorbeeld de Oud en Nieuw is altijd zo'n heikel punt. Dat mensen dan toch die schrikreactie hebben. Ik heb daar zelf nooit last van gehad. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan het niet verklaren, maar ik heb daar nooit last van gehad. En uiteindelijk als ik dan hier op een schietbaan sta tussen mijn mannen die daadwerkelijk aan het trainen zijn, dan voel ik me eigenlijk gewoon thuis. Hier hoor ik.